Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. De zon schijnt vandaag flink, er trekken van het noorden uit een paar wolkenvelden over het land. Misschien dat er in het uiterste noorden een enkel buitje valt, maar op de meeste plaatsen is het droog en heeft de zon echt de overhand. We hebben een koude start met temperaturen onder het vriespunt, in de loop van de ochtend worden het 3 of 4 graden en vanmiddag loopt de temperatuur verder op. Maar verder dan 9 graden komt die niet, geen dubbele cijfers dus, het is echt een frisse dag. Wel zonnige perioden, een paar stapelwolken en als gezegd op de meeste plaatsen droog weer. Vanavond dan verdwijnen de meeste wolken, wordt het helder en we krijgen weer een koude nacht met temperaturen tot min 3 in het oosten en vlakbij de grond zelfs nog lagere waarden. Maar morgen loopt het kwik gewoon weer wat verder op, de wind gaat draaien naar het zuidwesten en er komt wat zachtere lucht onze kant op en dan wordt het 11 graden met zonnige perioden, met stapelwolken en op de meeste plaatsen droog weer. Dat blijft niet zo, want vrijdag kan er een enkele bui vallen. Temperatuur loopt wel verder op, lokaal zelfs 15 graden in het zuiden. In het weekend is het kwik weer terug bij een graad of 10. Een noordwestenwind en van tijd tot tijd buien, maar tussendoor ook wat zon. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.